In 1968 werd de miljoenste auto verwacht. En dat verdiende natuurlijk wel aandacht. Er werd een voorstel gemaakt. En het voorstel luidde om de betreffende automobilist een kistje sigaren aan te bieden. En, voor zover deze vergezeld werd door een dame, deze bovendien nog een doos bonbon te offreren. Zo ging dat in die tijd.